Hey. Hallo. Spreekkaart? Ja. Laura, vertel eens wat jij gaat doen. Ik ga bloed prikken, jongens. Vind je eng? Ja, ik vind het doodeng. We gaan checken of ik een vijver heb of bloedarmoede, omdat ik best wel vermoeid ben. Dus niks ernstigs verder. Maar gewoon even checken. Alleen ik vind het best wel spannend, want het is de eerste keer dat ik ga bloed prikken. Komt goed. Houd die hoogte. Komt goed. En hoe ging het? Ja, het ging best wel goed. Kijk, je ziet, als het goed is nog hier. Weet je, zo'n rood stipje. Daar hebben ze geprikt. En zo denk ik 5 buisjes gevuld of zo. Maar het viel echt heel erg mee. Ik zag er wel tegenop. Maar het viel echt heel erg mee. Want zodra die eigenlijk de naald erin zat, zeg maar. Toen voelde ik er uiteindelijk niks meer van. Ik had wel de dag sowieso een beetje spierpijn. Maar dat kwam niet daardoor. Dat kwam namelijk door het water. Dus ik zat de hele tijd zo. Oh. Maar het gaat nu goed. Hey. Kijk dit. Kijk, een bureauopruimer, die moest ik bij techniek maken. Wij zijn nu in de Heem, oftewel de Hema. Want we gaan schoolspullen kopen. Het is trouwens vandaag vrijdag. Ja. En wij zijn schoolspullen aan het kopen. Ik heb lekker zwart kafpapier, want daar hou ik van. En ik ga deze schriftjes zelf versieren. Oh, zo. Ik ga deze schriftjes zelf versieren. Oh my god. Schat, een gratitude. Kan je elke maandagochtend zien? Hoe goed je. Oké, ja, nee, leuk. Things I learned, dit wil ik. Doei, dit wil ik. Nee, gaan we dit kopen of is het echt heel onnodig? Dit is waarschijnlijk heel onnodig. Meid, dit is niet te doen. Wij gaan even verder zoeken naar wat we allemaal nodig hebben voor school. Het gaat waarschijnlijk weer veel te veel zijn, want en uiteindelijk gebruik ik er toch niks van. Maar het is voor het idee. Oh, love that. Schattig. Sketig. Oké, okay, wij gaan even doorzoeken en ik houd jullie op de hoogte. We gaan wel even een shoppel geven of zo als we thuis komen. Hey, wij zijn weer lekker thuis. Yes. We hebben lekker onze sprolspullen gekocht, yeah. Want dat begint er over een week. Hou op. Een week. Hey, Senna. Week. Leg mama Mia deel 2 kijken. Ja. Gratis voor de video. Goedemorgen, bestie beige. Wij zijn echt net uit bed gekomen. Hij werd gerold, maar ik moest nog even een shoplog geven aan mijn schoolspullen. Ik heb niet zo heel veel gekocht, want daar had ik geen zin in en dat had ik niet nodig, denk ik. Ik heb als eerst zwart kafpapier. Vind ik mooi. Lekker simpel. Dan heb ik pennen. Belangrijk. Misschien ook wel handig. Dan hebben we Tipex rollers dingen. Gummetjes, ook wel handig misschien. Een passersetje van die van mij is helemaal kapot. Geodriehoek had ik nog wel. En dan heb ik deze pretty agenda van de Action. Dit is echt helemaal het. Wacht. Oké, kijk. Dit is van de Action. Hoe mooi. Dat is gewoon deze binnenkant. Dus nou ja, ik vind het helemaal leuk. En dan gaan we door naar de schriftjes. Voor wiskunde. Deze. Oh. Wat? Dan heb ik nog zo'n collegeblok. En ik heb voor zo van die 10 dingetjes gekozen. Want dan kan je meer vakken doen. Want ik heb dit jaar ieder vak. Wauw! En ik heb nog deze. En die ga ik dan zelf versieren. Deze schriftjes. En dat was het volgens mij toch? Nee, dat was het niet. Daarnaast. Ja. Trommelgeroffel, alsjeblieft. Heb ik erasable pens. Oftewel uitgumbare pennen gekocht. Zullen ze uittesten, Lau? Ja. Heb je papier? Ja. Oh, hey, dank je. Oké. Ik weet niet of dit werkte. Oh, ik denk dat dit een gummetje is of zo. Of niet? Zullen ze eerst wel even schrijven? Hallo. Oh, het zijn wel fineliners. Daar gaan we. Het werkt! Echt? Ja! Kijk! Zie? Kijk! Bio. Nee, zat ermee eigenlijk. Mag ik eens proberen? Oh, dat is best wel handig eigenlijk. Bio. Het werkt, hè? Ja! Ziek! Helemaal geslaagd dit. En wij gaan nu even lekker ontbijten. En wat gaan we nog meer doen? Wij gaan naar
kinderboerderij. Want daar zijn baby konijntjes. Het is zo schattig, jongens. Het zijn echt van zulke kleine konijntjes. Die mag je dan zo vasthouden. Dus daar gaan we eventjes heen. En dan heb ik om 3 uur mijn trein terug. Hey jongens, ik ben weer thuis. Ik ga even uitleggen. We zijn uiteindelijk niet naar de babyknijtjes geweest, want het lukte niet met vervoer en zo. En de fietsband was lek, dus dat is even niet gelukt, helaas. Maar dat houden we nog te goed voor de volgende keer, denk ik. Toen ging ik naar de trein toe, maar dat was een beetje gestresst. Omdat ik had mijn eerste trein zeg maar niet gemist, maar we hadden gewoon besloten dat het handig was om een latere trein te nemen wel. Toen zat ik naast een mevrouw, dus ik dacht, nou, ik ga maar niet filmen hier. Maar ik ben thuis. En er zat ook een leuk pakketje op mij te wachten. Woehoe. Het zijn 2 shirtjes van H&M. Oh, dit is wel heel groot. Ik heb XXS besteld, jongens. Waarom is het zo groot? Nou, als eerst hebben we iets waarvan ik dacht dat het een topje was. Toen leek het een shirt. En nu is het echt super groot, volgens mij. Oh nee, dat valt wel mee. Oh, dit is wel leuk. Gewoon lekker zo'n... Ja, en ik vind het met de herfst heel leuk met een zwart kooltruitje eronder, bijvoorbeeld. Snap je? En de tweede is een beetje... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het omschrijven, maar ik vond het heel leuk. Ik hoop dat het past ook trouwens, allebei. Kijk, dit is het tweede. Met gezichten erop. Dit is ook wel leuk met een wit hemdje eronder bijvoorbeeld. Want het is zeg maar zo... Het is een beetje hetzelfde wat ik nu aan heb, zeg maar het is zo doorzichtig. Kijk. Zie je? Dus je moet wel wat onder natuurlijk. Ik zal even laten zien hoe het er aan uitziet, maar ik heb even geen wit hemdje. Dus dat doe ik even niet hieronder, dus doe gewoon even wat anders eronder. Oké, first. Ja, ik vind het leuk, maar misschien niet met deze broek eronder. Dat weet ik wel zeker, dat ik niet deze broek eronder wil. Maar voor de rest, erg leuk shirtje. Vind het helemaal gezellig. Ik ga nu even dat groene dingetje aandoen. Dit vind ik ook heel leuk, maar dan even met een wit hemdje inderdaad, zoals ik al zei eronder. Het kan wel met een blauwe broek, denk ik. Of zwart kan ook. Ja, I like. Maar ik doe nu even de andere aan, want het is warm. Alright, Mark, dat was even mijn leuke shoplog. Dit boek, misschien kennen jullie het al van TikTok, zeg maar, It Dance With Us. Maar dan in het Nederlands is het nooit meer. Laura had die gelezen. Hij zat hem uit. Dus nu ga ik hem lezen. Dus ik ga er straks mee beginnen, denk ik. En ik denk dat ik toch maar echt uit moet gaan beginnen met mijn boekenkaften. Oh, ik wil echt niet weten hoe weinig zin ik daarin heb. Echt gewoon nul. Nul noppes nada. Ten eerste kan ik dat gewoon niet. Ten tweede moet ik dan echt weer gaan... accepteren dat de school weer bijna is. Dit voelde echt niet als 6 weken. Echt niet. Deze vakantie voelde niet als 6 weken. Gewoon echt 2 weken. Het was gewoon klaar. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Wat vandaag op de planning staat is... ik ga met Noor afspreken. Ik wil nog even mijn boeken kaften en zo. Maar dat doe ik vanavond dan wel. Dus dat is de planning een beetje van vandaag. En ik ga nu even ontbijten. En dan ga ik lekker Gilmore Girls kijken. Nou, ik ga even een lekker ouderwets spelletje doen met mijn moeder. Kijk, een potje rummy cup. Dat vinden we altijd best leuk om te doen, alleen we doen het niet zoveel. Maar ik dacht, nou, we gaan lekker nu een potje rummy cup doen. En natuurlijk ga ik winnen, weet je wel. Dit is gewoon mijn... Nee, oké, eigenlijk ben ik helemaal niet zo heel goed in, maar alsnog. Jongens, even een backstage tour bij mijn bordje. Ik heb nog 6 stenen. Kijk, ik kan er heel weinig mee. Misschien kan ik iets met deze. Hier moet een 10 tussen. En deze, als er een rode of een zwarte thee. Dit is de tafel. Maar ik kan niet zo heel veel, helaas. Jongens! Jongens, nu wordt het spannend, want ik heb nog maar 1 steen. Dit is hem. Heb je hem gezien? Ja, hè? Jawel, je hebt hem gezien. Jawel, je hebt hem gezien. En mijn moeder heeft er nog 2. Dus wie gaat er winnen? Zet even de video op stop en dan reageer even wie je denkt dat gaat winnen. Ik. Duh. Jongens, het is bekend. Mijn moeder heeft nog. Mijn moeder heeft nog 1 steen. Dus ik ben de winnaar, want ik ben uit. Woe! Hey, ik ben met Nora Poel. Ja, dat wil ik echt doen. Kijk zo. En dan komt dit op. Ja. Ik ga mijn boek proberen te kaften met een TikTok tutorial. En we gaan er Barbie op plakken. Ja, en Hello Kitty. En Hello Kitty. Ja, ik heb zwart kaftpapier en we gaan er Barbie op plakken. Oh, maar dan ga ik echt op heel mijn boek doen. Hè. Kijk, dan komt er dit zo. Oh, dat zien ze niet, maar... Nee, je moet gewoon een Barbie logo. Of je moet gewoon alle plaatjes en dan knip je dat zo uit. Ja, we gaan Barbie maken. Nee, maar ik ga allemaal Barbie poppen. Ik ga op eentje allemaal Barbie poppen plakken. Ja, we gaan allemaal uitknippen en dat is allemaal zo overal. Ja. En ik weet wat van elke Barbie film gewoon 1 cover. Weet je wat ik ook wil? Nou? Hello Kitty en Dora. En Nijntje. Ja. Ik wil Nijntje. Oh, helemaal vol met dit. Oh. Dat is leuk. Ik wil kaftpapier van Hello Kitty. Oké, nee, maar in ieder geval. We gaan even kaften. Bessie Moes. Ik ben Michelle. Wat? Wat?
Ik ben met Mies. Gaan we jongens. Hey, YouTube. Al die reactie van dat meisje. Toen was ze helemaal bel. Oh, gaat het niet aan? Mijn beugels eruit. Oh nee, dat wist je al. Wist je dat al? Hey! Zullen we nu nog... Oh ja, we gaan nu dat zo naast. Het is zo cool hier. Het is zo cool. Het is zo cool bij lachen. Oké jongens. Wij gaan mukcakes maken met pannenkoekenbeslag. Kan dat? Weet ik veel. Maar we hebben geen zelfrijzend... Zet in de comment! Oh, dit is gewoon niet. Maar in ieder geval, wij hebben dus geen meel meer. Dus we gebruiken nu pannenkoekenmeel. Wat heb je nodig? Weet ik niet. Even een recept kijken. 4 eetlepels. Oké. Okay. Hey. 4 eetlepels zelfrijzend bakmeel. Oftewel pannenkoekenmeel. Michelle. Gaat dit werken? Ik heb het nu eraan gebeuren. Kijk, het lijkt wel op. Oh nee, dan kan ik het koppelen. 2 eetlepels cacao. Oké, doe jij het maar. Suiker zit erin. Like the stars, Mr. Sun in the morning. Zit er allemaal in? Het wordt een soort van deeg. Zonder grap ziet er echt tandoespang uit. Babes, het is helemaal af. En nu gaan we het voor 2 minuten en 20 seconden in de marathon zetten. Ik ben bij jullie terug als hij klaar is. Ah! We hebben één keer gehad. Het is wel lekker, man. Blijkbaar filmde ik niet eens, maar het smaakt klei. Kijk, dit is het. Ik vind het naar kneedgummen smaken. Toch, Mies? Nou. Ik stik. Ik stik. Oké. Ah. Het smaakt echt klei. Het is echt niet lekker. Maakt dit niet. Goeienacht. Het is nu best wel laat volgens mij. Ik denk 2:30. Ik ben er nog even met Mies naar buiten geweest. Even lekker op de kermis. Dat was vandaag de laatste dag dat de kermis er stond. En nu ga ik lekker slapen. Nog wel even mijn pyjama aandoen. En mijn tanden poetsen trouwens. En dan ben ik klaar. Ik heb net mijn broek gescheurd. Oh nee. Jongens, kijk. Ik ging erop zitten en toen wilde ik weglopen. Nu is het spitbroek. Maar goed, ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Hey, ik ben Michelle en wij gaan even naar de stad, want ik wil nieuwe kleding voor de herfst. Want ik heb nu natuurlijk een beetje zomerkleding en zo, maar ik wil eigenlijk gewoon... Ik wil eigenlijk gewoon even goede herfstkleding. Ik heb nu echt hele warme kleding, dus dit is ook wel goed, maar dit is gewoon een goed voorbeeld. Zo. En ik had dus zo'n broek gezien op TikTok, zo'n parachutebroek, dat is nu weer helemaal in, helemaal leuk. En dat is bij de Bershka. En dus wij gaan even naar de stad. Oké, voor Bershka. En Michelle heeft nieuwe schoolspullen nodig. Michelle wilde niet op beeld. Dus daarom doe ik het niet. Dus daar gaan we ook eventjes voor kijken. Dus dat is het plan vandaag. Smash or pass? Pass. Het is nu nacht. Avond. En ik ga lekker slapen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe laat het is. Ik heb echt nul tijdsbesef. Ik moet over een week weer naar school. Dat weet ik wel. Daar heb ik wel besef van. Dat is dan weer niet zo heel leuk. Ik ga nu slapen. Ik zie jullie morgen weer. En wat ik dus nog graag wil doen, want ik was dus bij de winkel geweest voor zo'n parachutebroek, dat heb ik al verteld. Hij was niet in de winkel. Erg jammer. Dus die ga ik online bestellen, denk ik. En dan wil ik die even kijken of dat past en zo. Maar dan hou ik jullie al op de hoogte als ik nog nieuwe kleding haal. Nu ga ik me klaarmaken voor bed. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is nu over 11 uur. En ik ga even ontbijt maken. Wat ga ik eten? Een cracker of een grasbroodje? Cracker is makkelijker. We gaan voor de crackers. Oh ja, het plan voor vandaag. Ik ga naar Adoe toe om 1 uur. Het is nu dus... Oh, het is 11:15. En ik ga om 1 uur ga ik naar Adoe. Of dan ben ik daar, zeg maar. En dan ga ik vanavond nog even met Pien afspreken. Dus ik heb al een leuke planning, dus daar heb ik wel zin in. Zoals ik al zei, ga ik nu even lekker ontbijtje maken. En dan ga ik even lekker mijn serie kijken. Oh ja, over serie gesproken. Ik zag op TikTok een soort van trailer van iets. Dat is een thriller horror serie, maar het leek niet echt op een horror. Het was meer gewoon een beetje... Ik weet niet. Het was niet eng in ieder geval. En er is dus een nieuwe serie, volgens mij die Wednesday of zo. En die wil ik zo graag zien. Alleen ik weet dus niet wanneer die uitkomt. Er stond this fall, dus dat is het bijna. Want het is bijna herfst. Dus ik hoop het. Dan ga ik die ook kijken. Maar dat terzijde. Ik ga even lekker eten, want ik praat er weer veel te lang. En zie ik jullie zo. Kijk, wat een potje. Zo schattig. Dit is echt zijn nieuwe plekje voor de tv. Hij gaat altijd voor de tv liggen. Altijd als we ondertiteling hebben, dan ligt hij er altijd voor. Hey! Wow, het ziet er echt eng uit, ja. Alsof we in een verlaten huis zijn. Maar ik ben hier met Pien. Woehoe! Yeah, het is nu
11:15. En ik ben om 11:45 opgehaald. En wij zijn even lekker aan het chillen, want we hadden elkaar best wel lang niet gezien. Ja. Vanaf danskamp, niet meer. Dus wij dachten, gaan we even lekker chillen. Dus dat. En we gaan nu lekker buiten zitten. Is er eigenlijk de serre al af? Een soort, alleen de glazen moeten nog in. Voor de rest alles af. Zo leuk! Ja, oh my god, want jullie hebben een nieuwe serre gekregen. Ja, en een hele nieuwe tuin en alles en zo. Een nieuwe tuin, ja. Oh, dat is echt cool. Amazing. Helemaal amazing! Hey, hoi. Het is vandaag donderdag. En ik ga straks met Cyril even lunchen ergens. Echt super leuk, want ik heb er echt al... Sinds dat ik mijn beugel had, nog had, was het de laatste keer dat ik haar heb gezien. Dat is echt in november of zo. Dus dat is echt al lang geleden. Dus wij dachten, nou, laten we weer eens een keer gewoon gezellig afspreken. Dus zij komt er zo aan en dan rijden we samen naar de stad. Ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Dus ik ga even met het kontje aandoen. Het is dus echt super warm, maar ik heb wel een lange broek aan, omdat ik gewoon... Ik haat korte broeken. Ik vind het gewoon niet mooi. En ik zit dan toch binnen. Of op de fiets. Dus ik moet het wel overleven. Hier is het wel echt super warm. In mijn kamer. Maar ik hoop buiten minder. Waarschijnlijk niet. Maar... Dus ik zie jullie straks. Het is echt warm. Zo. Ik heb hem aangelikt. Hey. Wij zijn aan het eten. Kijk. Ik ben weer herinnerd. We zijn even lekker aan het eten. Ik heb een broodje met kaas en Cyril heeft hem. Wat tosti heb hamkaas. Een tosti hamkaas. We zijn weer herenigd, jongens. Maar zo lang? Nou, echt lang. November. December, januari, maart, april. Dat zijn 9 maanden. Dat is echt lang. Nou, wij gaan even chappen. Hoi, hoi. Ik ben weer thuis. En ik wil dus heel graag een cover opnemen voor TikTok. En ik ga dus even kijken... Oh, ik heb per ongeluk wat geplaatst. Nee, stop. Stop. Hou op met mij. Nee, stop. Oh, privévideo. Oh, ik dacht dat ik wat geplaatst had. Een cover die ik niet leuk vond. Want ik was al een cover aan het maken, maar ik vond hem niet goed. Dus, en toen had ik op concepten klikken en ik klikte op posten. Zo, dat was me even een hartaanval. Oké, dus. Wat ik dus wilde doen is even een cover opnemen. En ik zat te denken aan of de A-Team. Ik weet niet of jullie dat kennen. Of Chasing Cars. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het zijn wel leuke liedjes. Of allebei kan ook. Dus ik heb net met... Want ik had geen zin om de akkoorden uit mijn hoofd te leren. Dus ik had even met Hugo's telefoon dat ik de akkoorden ernaast gezet. En was ik die aan het doen. En ik heb ook nog een paar andere. Alleen ik denk dat ik even een paar andere ga maken nog. Dus als het goed is, zal ik even een preview geven. En dan kan je de hele zien op mijn TikTok als ik hem goed vind geworden. Dus ik ga even aan de slag. En dan zal ik jullie even up-to-date houden over, ja, wat. Snap je? Ugh. Ik ben niet tevreden. Nee, ik vind het niet... Weet je, soms heb je van die dagen dat je gewoon niet helemaal je zangdag hebt. Ik heb gewoon niet helemaal mijn muziekdag vandaag. Maar geef niet op. Ik ga het nog een keer proberen. Het is warm hier. Maar ik wil niet het raam open hebben staan als ik muziek aan het maken ben. Want dan voel ik me gehoord. Ik ben even in mijn tabs aan het kijken. Daar hou ik altijd mijn akkoord van welke liedje ik allemaal heb opgeslagen. Maar ik vind het allemaal stom. Het is echt het moeilijker dan je denkt om liedjes te vinden die leuk zijn om te doen. Ik weet er één. Oké, let me try. Ik ga het even proberen. Ja. Waarom sloeg ik me eens over op het Engels? Weird. Dan moet ik al die akkoorden uit mijn hoofd gaan lopen leren. Dat duurt echt ziek lang. Ja, of het moet makkelijk zijn, maar... Ik ga het even proberen en I'll keep you updated. Ik zal het laten horen als het is gelukt. Hoi, nu ben ik met Michelle. Hey Michelle. Hey. Ik heb net zojuist... Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer een koffer opgenomen. Kijk. En hieronder zijn er nog 2 volgens mij. Ja. En ik vond ze allemaal niet zo heel erg goed. Maar, misschien ga ik er wel eentje plaatsen. Maar ik moet ze allemaal nog even 10 keer luisteren. 8 verschillende. Nee, dat is niet waar. Deze 3 waren dezelfde. Dit was een ander. Hè? Heb jij mijn koptelefoon? Nee, heb jij mijn koptelefoon? Zodra ik degene die heb gevonden die ik ga plaatsen, zal ik jullie even een preview geven. Nou jongens, ik heb even gekeken. Zal ik even een preview geven? Kijken op mijn TikTok als jullie de hele cover willen zien. Want ik ga hem morgen plaatsen, maar morgen is zeg maar vrijdag. Dit wordt hem. Dit heb ik gisteren nacht gemaakt. Dit is de preview. Het is echt raar om jezelf terug te horen. Het is echt niet...
als preview. Het was kort, maar krachtig. Als jullie het helemaal willen zien, ga dan even naar mijn TikTok, bibi.joanna. En dan staat het hier wel ergens in beeld. Maar het is donderdag en morgen ga ik weg. Dus dat betekent dat ik ook deze video ga afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dus blijf kijken, tot de volgende keer. Doei doei!